Hallo! Jongens, ook een nieuwe video. Vandaag spelen wij Roblox. Dan zou je denken... Wat? Roman? Roblox? Ik heb nog iets uit te leggen. Wat ik nog niet had uitgelegd. Want, ik wilde deze video eigenlijk eerder maken. Maar dat lukte niet. Omdat ik nogal ziek was. En je zou wel eens denken, wat is het? Is het zo erg dat je geen video kan opnemen? Want meestal als ik ziek ben, bijvoorbeeld hoofdpijn, zou ik nog wel wat kunnen inspreken. Maar gelukkig heb ik nog geen feestrival gedaan. Want dan wilde je mijn gezicht echt niet zien hoor. Want ik had namelijk de waterpokken. Ja jongens, ik had het nog niet gehad. Ik ben al heel oud en... Ik had het nog niet gehad. Maar goed jongens, ik ben er nu doorheen. De laatste paar wondjes moeten we nog even wegtrekken. En dan is het wel voorbij. Maar verder gaat alles goed. Ik kom weer naar school dus. Maar goed jongens, genoeg voor dat. We gaan Roblox spelen. En dan zou je denken, Roman, sinds wanneer heb jij Roblox? Oh, ik heb het al iets van een maand. Halve maand denk ik. Een paar weken. Trouwens, 16 vrienden. Ja, hier. Oké. De vriend in het midden. Voor degene die nog niet weet wat vrienden zijn. Ik zal het later weer vertellen. Maar kijk dan die in het midden. Wat is dat voor skin? Oké. Dat is die in het midden. Dat is de lelijkste skin die ik ooit heb gezien. Sorry. Maar als jij dat bent. Je bent lelijk. Marzo 2022. 23. Ik ga dat nummer niet uitschrikken. Lucas Druk. Dion. Even een shout-out naar al mijn vrienden. Dit is Iraklis. Dit is Ruben of Sophie. Dan is dit Dion. Dit is Keanu. Dit is Elena, dat is gewoon mijn broertje of mijn zusje die een jongen wil zijn. En dit is Kiriakos, die heeft me laten zien hoe je moest inloggen en hoe het werkt en zo. Dus even kijken. Maar goed jongens, dat is dus, ik heb al 16 vrienden. Ik heet Gamen met Roman, allemaal aan elkaar. En als je deze skin ziet, dan zou ik zeggen... Stuur een vriendschapsverzoek. Dat zou ik leuk vinden. Trek wel een mooie skin aan. Dan overtuig je me. Want als je echt met een noob skin aan komt lopen. Dan zou ik denken. Niet dat ik noobs niet leuk vind. Ik vind ze wel leuk. Maar maar dan is iets niet zo overtuigend. Dus doe wel een overtuigende skin aan. Trek die even aan. Bijvoorbeeld nou bacons. Ik hou van bacons. De Baconvereniging. Het is de beroemdste skin in Roblox. En het is waar je mee start. Dus oké. Maar goed jongens, we gaan... wat zullen we spelen? Build to Survive of Funky Friday of Brookhaven? Of een hobby. Ik ben niet goed in hobby's, dus dat gaan we niet doen. Brookhaven vind ik een beetje... daar hebben we een te korte tijd voor. Funky Friday heb ik al een keer in een vorige video uitgeprobeerd. Alleen die werd veel te lang. Dus laten we... Build to Survive doen. Oh, en waarom ik Funky Friday dan niet doe? Hallo? Ik speel wel vaker hoor. Build to Survive en Funky Friday. Maar ik moet even het geluid uit. Maar, zo. Maar goed jongens, daar zijn we dan. Ik heb al een heel huis, voor als jullie het nog niet wisten. Zijn er al killers? Oh nee, Lemon Demon. Phew. Nou, dan kunnen we gelijk even de inrichting kijken. Wat vinden jullie fijner, jongens? Laat het even weten. Deze modus of deze modus? Dat jullie echt alles kunnen zien met die knoppen omheen. Sorry daarvoor. En die joystick. Ik speel op phone, voor als je dat nog niet wist. Maar de meesten konden dat al wel zien aan het menu. Die ervaren Roblox-spelers zijn. Ik ben erop. En nu kan ik hierop. Dan kan ik hier op de kast en dan hier. En ik weet niet wat ik doe, jongens. Maar goed, dit is dus mijn huis. Dit is het afdakje waar je in komt. Hier kunnen alleen vrienden in. Dat staat er ook op.
Friends only. We mogen de deur niet openen. Dit is mijn stapelbed. Daar zijn kasten waar je etenswaren in kunt doen. Ah, de killers zijn weg. Doe ik straks. Dan heb je hier de kast. Het nachtkastje. Dan heb je hier een soort van koelbak dingest. Met glas erover. Heb je hier nog wat glazen. En hier heb je de wc's. En dit zijn rare wc's. Ik weet niet waarom je 3 wc's nodig hebt. Naast elkaar. Je zou eigenlijk muren ertussen zou moeten. Maar dit doe ik later nog wel, jongens. Daar heb ik nu geen zin in. Dan heb je hier een mooie plant. Hier heb je een tafel gemaakt van koelbox, bakken, dingetje. Met een lampje erop. Dan heb je hier een ladder naar mijn andere huis die erop staat. Dan heb je hier een andere lamp, alleen omhoog. Hier is de bank. Dan is hier een tv op de soort van oranje tafel. Ga eens van die bank af. Dan heb je hier pizza. Wacht, die heeft een leuk geluid, jongens. Let op. Pizza! Pizza, pizza, pizza! Pizza! Maar goed, dat is het dus. De tv. En nog een lampje daarnaast. Goed, ga eens van die bank af. Heb je hier weer een kast, alleen al dubbel, een dubbele kast. Ga eens weg, shop. Dan heb je hier mijn eigen bed. Die is heel groot, ik weet het. Weer zo'n mooie grote lamp. Heb je hier de koelkast. Dan kan je, dit is de eettafel. Hier kan je taco's eten, maar hier kan je ook taart eten. En dan heb je hier nog een slontafeltje. En dan hier weer een plant. En dat is het een beetje, jongens. Nou, omdat er toch killers zijn, kan ik net zo goed naar mijn andere huis. Want ik heb een huis op mijn andere huis. Dit huis van de buitenkant is het lelijkste, jongens. Het is gewoon letterlijk een vierkante doos. 2, 1 en nu kunnen we naar buiten. Maar eerst laat ik even de inrichting zien. Slontafel met 2 tv's. Hier de koelkast. Heb je daar hier een plant. Heb je daar koelboxen. Soort van. Hier een bed. Voor, ja, op een hele rare manier. Continuus. Iemand naar boven. Hey, heb je nog wat, dan komen de buren even wat halen. Heb je nog wat suiker over? Hoe ben ik in de lamp? Dan lig je daar ineens zo te slapen. Nou, maar goed, jongens. Nu kunnen we snel naar buiten voordat de killers hier komen. Want Build to Survive is niet alleen Roblox die Minecraft heeft nageaapt. Dat is ook dat je rare monsters die geen eens in Minecraft zitten, behalve Dream, die kom je soms wel tegen met muziek. Dat is het leukste. Het leukste aan Dream vind ik de muziek. Daarom is het ook mijn lievelingsmonster. En, oh ja, kijk, Zweedse vlag. Shoutout naar Zweden. En Erik en Hoelen, mijn oom en tante. Dan heb je hier nog het dak. Maar kijk, het is gewoon een normaal huis. Wacht, ik zal het even van de buitenkant laten zien. Ook al komen de killers eraan, boeit me niks. Kijk jongens, dit is dus mijn hele huis. Chara. Ik zie geen Chara. Oh nee. Oh nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. En nu zijn ze in mijn huis. Oh nee. Maar goed jongens. Ja, dit gaat nog wel even duren. Omdat ze in mijn huis zit. En daar kan ze niet zo makkelijk uit. Wacht, ik heb één manier. Nee, oh my. Bijna. Oké, zo. Oh, ja, let's go. Ze zit op de bank. Oké, jongens. Kill me. Kill me. Goed zo. Ik bleef maar springen, jongens. Waarom? Dit begint raar te worden. Wacht, ik doe even dit, zo. Maar goed jongens, ja, ik heb heel veel punten en oké. We moeten rejoinen, we hebben wel onze punten nu. Maar goed jongens, ik heb dus ook 2 vlaggen op mijn huis. En het is nogal wat. Had hij eigenlijk niet een keer die skin? Oké, goed. Jongens, de tv staat aan en je wil niet weten wat ik nu zie. Het is met Sesamstraat. En je weet het, het is nogal kinderachtige dingen, dus het kan soms wat raar zijn voor ouderen, maar goed.
Nee, moet ik weer? Komen de killers alweer? Hoeveel killers zijn er wel niet echt? Houdt het ook niet een keer op? Is het niet een dag even geen killers? Want het begint wel een beetje irritant te worden. Als je aan het bouwen bent, dan komt er ineens een killer. Dan blijft die ook in je huis, hè? Als je de deur doorheen gaat. Wie zijn er trouwens, de killers? Ik zie niemand. Hebben jullie opgelet? Ik zie het. Het zijn de imposters. Zien jullie dat gele daar in het midden? Dat zijn de imposters. Oh, voor degene die nog niet wist wat Roblox is. Nu zou ik wel. Want nu kan ik wel leuk gaan zeggen. Dit is echt heel leuk. Kijk, het is Roblox. Maar ja, de meesten die dit kijken. Want ik had vooral gezien dat veel volwassenen dit kijken. Dat ze waarschijnlijk niet weten wat Roblox is. Ook al heeft het meer dan 500 miljoen downloads. Of ook wel iets van, geen idee. Ja, hoe moet ik dat uitrekenen? Iets van 50 keer? Nou, nee, dat niet. Nou, het heeft 500 plus, hè. Dus je kan het eigenlijk nooit precies uitrekenen. Oké, de killers zijn weg, jongens. Nu kan ik mijn hele huis laten zien. Maar goed, dit is dus mijn huis. Maar Roblox... Oh ja, Roblox is dus gewoon iets met, allemaal minigames, kan je het noemen. Sommige zijn groot, sommige zijn heel klein. Zoals Don't Press the Button. Is best wel een kleine minigame. Je drukt op de knop en er gebeurt iets raars. Of de elevator dingest. En Sesamstraat doet weer iets raars. Er zijn nu allemaal juffen met een kind. Hun benen heen en weer aan het... Wat boeit het ook. Ze zijn allemaal aan dans aan het doen. Waar je dan je benen zo bij elkaar doet. En dan je handen op je knieën legt. En dan zo heen en weer gaat. En dan gaat je ene hand onder je arm. Ja, ik kan me niet uitleggen. Maar jongens, er is dus ook een geheim. Kijk, hier is de Nederlandse vlag. Je kan dingen kopen. Oké. Ik weet hoe ze daar binnen is gekomen. Want hierboven zit een platform. Kijk jongens, dit is de geheime kamer. Daar kan je komen, alleen als je een parkourpro bent. En dan zal ik even laten zien hoe daar komt. Je begint helemaal hier. Dus als je bij dit huis bent, loop naar buiten. Spring dan hier op de heg. En dan spring je hier op het dak. Dan loop je naar het hoogste punt van het dak. Spring je op de schoorsteen. Hier kan je trouwens in, maar alleen als je bij bent. Dan moet je precies goed timen met springen. En dat waar ik dus niet goed in ben. Omdat ik zei het al in het begin van de video. Ik ben niet goed in hobby's. En dan kom je hier bij de geheime kamer. Dat is de eetkamer. Oftewel, de vloer is gemaakt van borden. En er staan allemaal eten op. Wat wil je nog meer? Nou, wie houdt er van eten? Want dan gaan ze dit leuk vinden. Dit is namelijk een wafelkamer. Die alleen maar vol staat met wafels. Wafels. Wat delicious. Dat is letterlijk de geluiden die iemand maakt. Of die je poppetje maakt als hij wafels eet hier in het spel. Maar goed jongens, in de volgende video ga ik denk ik het vliegtuig kopen. Want je kan ook dingen kopen. Zal ik even iets kopen jongens? Ik ga even iets kopen. Wat doen we? Dit is het laatste. Zullen we wapens kopen? Wat doen we? Pistool of een zwaard? Ik weet het niet. Een speed coil. De hyperbank, daar kan je gewoon letterlijk door mensen hun huis teleporteren. Hè? Volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij als je de springbutton spamt. Wacht, zal ik het even doen? Ik ga het doen, jongens. De hyperbike. Bye. Oké, we hebben nu de hyperbike. Hier kan je op zitten. Oh ja, zo deed je dat. Dan... Kijk jongens, hiermee kan je gewoon... Hallo. Hiermee kan je gewoon doormuren en over mensen hun basis. Waarom zie ik mijn handen? Sinds wanneer zie je je eigen handen? Sinds wanneer zie je je eigen handen? Oh, ik zie mijn eigen handen! Sinds wanneer? Is dat een update of is dat gewoon een glitch? Er zijn nog steeds killers jongens, maar... Normaal kan je echt hele coole dingen met deze hyperbar. Kijk dan, ik ben op mijn huis. Wacht, dit is de manier om hier te komen.
Nee, dat gaat niet werken. Zullen we in de volgende video weer dit doen of in een ander spel, jongens? Laat het weten. Want ik vlieg nu letterlijk. Oké, ik ben nu in iemands huis en hij heeft best wel een mooi huis eigenlijk. Oké, we gaan hier even af, jongens. Nu zien we onze handen. Wat ik echt heel cool vind. Kijk nou, jongens, is toch gewoon cool. Ook wel irritant. Wacht, wat? Hier kunnen we niet door. Maar met de hyperbike kunnen we er met gemak door. En ik kan ermee springen. Dan ga je springen en dan... Boom! Maar goed, jongens. Wacht, we willen... Ik wil door deze muur. Nee, ik wil bij dat meisje. Hoe ga ik dat doen? Met de hyperbike... Je gaat tegen de muur aanstaan en je klikt op de hyperbike 2 keer en dan, of 1 keer. En dan ben je erboven. Nou, ik weet niet hoe je dat ding bestuurt, maar dit is hoe ik hem gebruik, jongens. Friends only, was ik maar een vriend. Hier ook. Wacht, ik kan er binnenkomen. Ik hoef alleen de hyperbike te gebruiken. Oké. Dat werkt niet, jongens. Maar een keer ging ik door iemands huis. Wacht, ik kan toch wel door deze dingen. Hallo. Zwembad. Oké, jongens, dat is heel cool. Ik wil ook een zwembad. Kijk dan, jongens. Ik zit in het zwembad. Maar goed, jongens. Ik denk dat dit dan weer de video was. Dan reset ik mijn karakter even. Dan ben ik sneller bij mijn huis. Omdat ik het haat. Zo, dan hebben we de hyperbike. Laten we met ons achter. Die geven we misschien wel even aan iemand. Wie wil die hyperbike? Wil iemand die hyperbike? Of kan je die traden? Zijn er Nederlandse... Toymun. Nou, zo lijkt het niet. Ja, dat is... Dit is dus wat Roblox is, jongens. Waar zou ik even kijken? Ik ga op de bank. Nee, ik ga ergens anders. Ik zie nog steeds mijn handen trouwens. Dat is best wel cool. Oké, nu niet meer. Jammer. Hier. Nee, ik wil een coole achtergrond. En dan kan ik afsluiten. En... Maar goed, jongens, vergeet niet. Abonneer, like, zeg eens in de reacties. En zet het belletje aan, zodat je nooit vergeet wanneer een nieuwe video is. En zou ik nog één ding zeggen, en dat is... Was er een video? Doei. Oh, de emoties zijn uitgezet, dat is wel jammer. Doei.